Dit is de auto van Klaas Bruinsma. Hoe komt u in godsnaam aan die auto? Ja, hoe kom je eraan? Je komt hem eens tegen en je gaat eens kijken, je hoort het verhaal aan. En dan denk je, ja, dat is leuk, die moet ik hebben. Klaas Bruinsma, wie was dat ook alweer? Ja, die wordt toch wel gezien als de, een beetje grondlegger van de georganiseerde misdaad in Nederland. Daar is het allemaal mee begonnen, de harde criminaliteit. Of is de auto gepantserd? Nee, maar ook weer een bewijs dat die van Klaas Bruinsma kan zijn, want die man die waande zich gewoon aantastbaar. Dus die had geen pantsering nodig. Die reed gewoon frivol met het ding door Amsterdam mee. Als ze willen afschieten, dan doen ze toch. Dan hebben ze lak aan een gepantserde auto, want dan komen ze met een mortier. Ze wachten totdat je uit de auto bent. Je bent niet te beveiligen, je bent niet te redden als ze je echt hebben willen. En ze hebben er genoeg geld voor over.